Maar de winnaar is... Talentenbank! Maar wij gaan naar het grote boek nog. In dit boek staat dat de Talentenbank is opgericht door mensen met een beperking. Ondersteund door radio's en mensen uit de wijk kunnen deze mensen hun talenten kwijt. Op dit moment komen alle leden van dichterbij, ook ik. Als team hebben we onder andere knutselactiviteiten, winteractiviteiten en carnaval georganiseerd voor kinderen met een beperking. Maar ook andere talenten zijn welkom. Als wij mensen van de Talentenbank iets kunnen betekenen voor een ander, waarom zou u dat dan niet kunnen? Iedereen heeft talent. Wij vinden dat we de trofee verdienen omdat we naast ons werk ons nuttig maken voor anderen, samenwerken met andere instanties, openstaan voor andere talenten, vooral een leuk enthousiast team zijn. Mocht u nog vragen hebben, komt u dan gerust naar ons toe. Dat is het! Hier in Holland, een van die prijs, hoe voelt dat nou? We zijn hartstikke blij en enthousiast en wij vinden eigenlijk dat we het verdiend hadden eigenlijk. Waarom? Omdat wij gewoon heel goed project hebben. En die anderen waren ook heel erg goed, maar ja, iets beter schijnbaar. Waarom? Wat is zo bijzonder aan jullie project dat het eruit sprong? Ja, je ziet het al, je hebt zelf hier alleen weg, een hele bankje neergezet. Dus wat dat betreft denk ik van, het is gelijk of duidelijk dat wij talenten hebben. We gaan uit van de kwaliteiten van de mensen, niet voor beperking, maar voor talenten. Daarnaast hebben we verbinding gezocht met de wijk Box in Noord-Rijkval, hebben we buurt bij betrokken en volgens mij weer veel organisaties bij betrokken. En wat willen jullie zeggen in feite? Meer buurtbewoners aantrekken of gaan jullie of meer cliënten begeleiden? Of? Ik ben nog maar aan de laatste wat zeggen. We willen eigenlijk nog meer buurtbewoners bij betrekken, want het moet een project zijn van de wijk, dat moet zijn. En we mogen veel meer cliënten bij en we moeten ook wat meer doelgroepen bij hebben. Dus we organiseren activiteiten voor mensen, kinderen met beperking, die zijn ook voor hartelijke mensen. Dus alle soorten beperkingen zijn welkom in feite. Ja. Ja. Bedankt voor het gesprek en... We gaan daar met allemaal lekker een cola te drinken en gezelligheid hebben. Ja. En nogmaals, gefeliciteerd met jullie prijs. Dankjewel.